Wordt uw radiator niet of niet goed warm, maakt hij een tikkend of borrelend geluid, dan moet deze ontlucht worden. Ontluchten kunt u zelf doen in een paar eenvoudige stappen. Zet de thermostaat op 15 graden. Wacht 15 minuten, zo heeft de ketel de tijd om af te koelen. Pak in de tussentijd een ontluchtingsleutel en een doekje. Draai de knoppen van alle radiatoren volledig open. Zijn de knoppen van alle radiatoren opengedraaid en heeft u 15 minuten gewacht tot de ketel is afgekoeld? Nu kunt u de radiatoren gaan ontluchten. Werk altijd van beneden naar boven. Dat wil zeggen, begin met de radiatoren op de begane grond en eindig met de radiator op zolder. Zo voorkomt u de vorming van luchtbellen. Houd het doekje onder het ventiel. Hiermee vangt u zometeen het water op. Met de ontluchtingssleutel draait u het ventiel van de radiator open. Zo kan de overtollige lucht uit de radiator ontsnappen. Zodra water uit het ventiel loopt, draait u het ventiel weer dicht. Herhaal de vorige stap voor alle radiatoren in het huis. Let op: werk van beneden naar boven. Heeft u alle radiatoren ontlucht? Bekijk dan het display van de CV-ketel. Op het display staat de waterdruk. De druk moet tussen de 1,5 en 2 bar staan. Is de druk lager dan 1,5, dan moet het water van de CV-ketel worden bijgevuld. Bekijk onze instructievideo voor het bijvullen van de CV-ketel. Zijn alle radiatoren ontlucht en geeft de drukmeter een stand aan tussen de 1,5 en de 2, dan is uw verwarming weer gereed. Zet de thermostaat op de gewenste temperatuur. Blijft de radiator vreemde geluiden maken of wordt hij nog niet goed warm? Dan kunt u bellen met accounts.